Welkom bij de Privéflits. Evert, deze week in privé een schokkend verhaal van een bekende Nederlander. Ja, Rob Campus, die eind vorig jaar een nieuwe liefde heeft opgedaan via Facebook. Een Mona Lisa uit Den Haag, een hele mooie vrouw, die kort daarna zwanger van hem bleek te zijn. Nou, op dat moment was het over met de liefde. Maakte hij er ook geen geheim van niet te voelen voor het vaderschap, niet opnieuw. Hij is gescheiden, heeft twee kinderen en zegt daar zijn handen aan vol te hebben. Bovendien een drukke baan te hebben en zijn hoofd helemaal niet te hebben staan naar nog meer nageslacht. Vervolgens heeft hij zijn uiterste best gedaan en dat is best bijzonder voor iemand van de KRO om haar abortus te laten plegen. Dat weigerde ze. Toen was het helemaal afgelopen met de liefde. En toen liep het ook nog een keer zwaar uit de hand toen zij een keer naar zijn huis ging, omdat ze heel lang niks meer van hem gehoord had en telefoontjes en mailtjes niet meer beantwoord werden. Toen ze naar zijn huis ging in broek en waterland, toen heeft hij hem zelfs laten oppakken vanwege stalking en in de politiecel laten gooien. Terwijl ze zwanger was. Gebeurd, terwijl ze hoogzwanger was. Ja. En inmiddels is er een kind. Er is een kind, een heel mooi meisje, dat in 10 augustus is geboren in Den Haag. Ja, prachtige foto's in de privé van moeder en kind. Wat ook nog wel een beetje op hem lijkt, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is nog niet het allesomvattende bewijs waar we op zitten te wachten. Dat zou vorige week worden geleverd toen we op instemden in een DNA-test. Zij is ervan overtuigd dat hij natuurlijk de vader is. Hij twijfelt er zelf ook al niet echt aan als je die mails leest. Want waarom zou hij anders zo gebaat zijn geweest bij abortus? Maar vorige week had hij ineens een heel andere belangrijke afspraak. Kon die DNA-test niet doorgaan. En wat was nou die belangrijke afspraak, bleek toen zij 's ochtends de televisie aanzetten. Hij zat bij koffietijd, dus daarom kon de DNA-test vorige week niet doorgaan. Want de hele correspondentie ligt min of meer op straat, of althans staat in de privé. Ja, er is nog meer dan we tot nu toe hebben gebracht. Alleen maar dingen die wijzen. Hij is de vader, hij heeft er laten zitten. En hij heeft ook nog niet één keer omgekeken naar zijn kind. Nederland ziet nu de foto's van die baby en dat is hetzelfde moment waarop ik de foto's zie. Ja. En Mona Lisa, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zij heeft gewerkt in de tv-wereld, een vrouw met de nodige contacten daar. Heeft ook gewerkt voor Wouter Bos, meegewerkt aan verschillende publiciteitscampagnes, verkiezingscampagnes. Dus een vrouw met een zekere staat van dienst, niet op de mondje gevallen. Een vrouw van de wereld die versierd werd via internet. Door hem. Ja, dat is even voor de duidelijkheid niet de vrouw die op zoek was naar een bekende Nederlander om daar nou zijn kind van te krijgen. Nee, het contact komt van hem af. Zij had bij de omschrijving op Facebook staan bij relatie het is ingewikkeld. En zijn eerste berichtje was van goh, wat is er zo ingewikkeld aan jouw situatie. En hij bood al vrij snel aan om daar verandering in aan te brengen. Maar met het uitkomen van de privé deze week wordt het leven van Rob nu echt ingewikkeld. Ja, het leven van Rob Campus wordt er vandaag niet makkelijker op. Want hij zal toch wel op de een of andere manier wat uit te leggen hebben bij de KRO. Hè. Hij zit in spotjes van Samen 1, samen met alle presentatoren van Nederland 1. En de KRO die staat ook niet echt voor abortus. Tenminste, van oudsher niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze daar gaan zeggen van los dit zo snel mogelijk op. Als het je kind is, neem je verantwoordelijkheid. En of je nou echt deel uitmaakt van die opvoeding, waar die KRO natuurlijk eigenlijk ook voor staat. Maar lost in elk geval op dat deze mevrouw niet verder gaat met het neerhalen van Rob Campus. Het ware gezicht tonen van die man. Oké, dankjewel Evert. De rest allemaal in het blad. Onthullend verhaal. Dankjewel.